Ja, betrokkenheid bij vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Dat zijn de zaken waarvan de 58-jarige Jozef B. wordt verdacht, maakt het Openbaar Ministerie zojuist bekend. B. was de huurder van de boerderij in Ruinewold, waar zondag een gezin van 7 mensen werd gevonden. Nou, in Ruinewold is verslaggever Andries Ophof. Ja, Andries, goedenavond. Eerst werd gezegd dat de man was opgepakt omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek. Nu gaat het dus om vrijheidsberoving en het benadelen van gezondheid van anderen. Wat weet jij meer hiervan? Nou ja, het is in ieder geval een zaak wat nu aan hem gehangen wordt. Dus we weten nu van waar hij van verdacht wordt. Dat in ieder geval wel. Meer weten we van deze man eigenlijk nog niet. Er zijn nou in de loop van de tijd en de uren die nu achter ons liggen, zijn er steeds meer vragen gekomen in plaats van dat er antwoorden komen. Dat is natuurlijk wel logisch, want het is een hele ingewikkelde kwestie. In ieder geval is wel duidelijk dus dat het OM nu zegt van oké, je bent verdachte en hier word je van verdacht. En dat zal morgen ook moeten blijken, want de rechtercommissaris die gaat morgen besluiten of deze Jozef B., een Oostenrijker, of die dan langer blijft vastzitten dan de afgelopen dagen. Is er grond genoeg om dat te doen? Dat is vandaag dus bekend geworden. En wat we ook de afgelopen uren hebben gezien, is dat die jonge man, 25 jaar, heel actief was op social media. Dus hoe vast zat hij eigenlijk hier op deze boerderij? Hij kon aan de wandel gaan. Hij is actief geweest op Instagram, op Twitter, op LinkedIn zelfs, waar hij zijn levensverhaal eigenlijk schrijft. Waar hij schrijft dat zijn moeder is overleden, maar ook dat ze gewoond hebben in Zwartsluizen, in Hasselt, in Meppel en later in 2010 hier terechtgekomen zijn. Of het allemaal klopt, ja, dat is ook nog de vraag. Maar we gaan er in eerste instantie vanuit dat hij het zelf gedaan heeft. Maar dan komt dan, die aantal uren die nu voorbij zijn, na de inval van de politie, komt dan weer steeds meer duidelijkheid. Ja, jij bent ook in Meppel geweest, op een werkplaats daar. Wie heb jij daar gesproken? Het is de werkplaats van die Jozef B., hè, want hij verbleef 's nachts eigenlijk niet hier op de boerderij. Dat deed hij in Meppel in een loods. En die loods, er zitten nog een aantal bedrijven omheen. En ik heb eens met de buurman gesproken en nog een aantal anderen. En die vertelde, ja, eigenlijk is het een grote vakman, die Jozef B. Hij kan heel goed met hout werken. Hij maakt prachtige meubels. En ja, de boel is dichtgemaakt. Je kunt het zien, hè, als je aan de buitenkant van het pand staat. Dan zie je een hele schutting om de deur heen gebouwd. De ramen zijn afgedekt. Maar hij is daar dan vooral overdag en 's nachts ook wel. En hij slaapt daar ook. Er is een kachel. De buren zeggen, ja, we hebben wel eens gedacht, er is hier brand. Want er kwam zoveel rook. Maar hij heeft gewoon een houtkachel erbinnen. Dus hij kan zichzelf daar redden in die loods. Ze verbazen zich erover dat deze man dit zou hebben gedaan en dat hij ook verdachte is. Aan de andere kant, ja, het is een echte klusjesman, een echte vakman. En niemand zoekt het achter hem. Jij bent op dit moment in Ruinewold. Achter jou zien we dat ze daar bezig zijn van de beveiliging. Maar wat gebeurt daar nu nog meer op die plek? Ja, die beveiliging staat er om zoveel mogelijk media en andere nieuwsgierigen bij die boerderij weg te houden. Want die boerderij moet nog onderzocht worden. Je weet, er is een heel groot team opgezet van de politie om onderzoek te doen. En ze willen natuurlijk alles uitsluiten. Dus er komt nog forensisch onderzoek hier. En of dat nou vandaag nog wat zou komen of dat er dan morgen wordt gedaan. Ja, dat zal nog moeten blijken. Maar ze staan in ieder geval om de boel wat dicht te houden. Want als je aan de andere kant zou kijken, aan de andere kant van het water, daar staan ontzettend veel camerateams vandaag. De Oostenrijkse Rundfunk bijvoorbeeld, hè? Nog meer Oostenrijkse zenders. Heel veel Duitse zenders, Belgische zenders. Allemaal met camerateams en zo. Allemaal komen ze hier langs om verslag te doen van wat hier in Ruinewold zich afspeelt. Zelfs in het dorp Ruinewold, hoor ik van mensen die er wonen, zijn ze er wel een beetje klaar mee. Want iedereen wil graag een quote, iedereen wil graag een uitspraak hebben. Het staat er soms vast van de camerateams die allemaal een plaatje willen hebben van het café waar deze jongen zich gemeld heeft, waardoor de zaak allemaal is gaan lopen. En het gaat nog wel even door, want ook nu staan er weer heel veel auto's. Er staan er allemaal mensen die graag een quote willen hebben van wat hier is gebeurd. Ja, Andries, dankjewel. Ja, er is dus nog veel onduidelijk over wat er precies aan de hand was in die boerderij in Ruinewold. En ook voor psychologen is het voer voor speculatie. En toch kun je al wel een paar voorzichtige conclusies trekken. De overgang naar een leven in de buitenwereld moet voor dit gezin enorm zijn. Dat stelt ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breusma van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op deze jonge mensen die daar als kind al in die situatie terecht zijn gekomen. En die hebben ten opzichte van hun leeftijdgenoten ja, wel een heel ander profiel dan wat wij eigenlijk als normaal verwachten. Alleen al het feit dat zij waarschijnlijk helemaal niet naar school zijn geweest. Het kan voor de kinderen een voordeel zijn dat ze er samen zaten. Kinderen hebben onderling wel het effect dat ze ook elkaar socialiseren. En dat, die kans hebben zij wel gehad. Dus het zou al een behoorlijke slok op een borrel schelen als de verhoudingen bijvoorbeeld binnen het gezin toch nog betrekkelijk normaal zijn. Aan de andere kant kan de afzondering er ook voor gezorgd hebben dat het gezin de wereld juist op dezelfde manier is gaan zien, zegt collega-psycholoog Marieke Pijnenborg. We weten wel, als je in een geïsoleerd systeem zit, dat je dan op een gegeven moment, ja, het logisch is dat je op dezelfde manier naar de wereld gaat kijken en elkaar daar ook in kunt gaan bevestigen. He, dat hoeft niet eens bewust indoctrinatie te zijn of dwang, maar gewoon door dat er eigenlijk heel weinig binnenkomt van buiten. Brielsma vermoedt dat het gezin al eerder mentaal geïsoleerd was van de buitenwereld, omdat een deel van de kinderen al de puberleeftijd had toen ze in Ruinewold kwamen wonen. Bijna in iedere gezinssituatie weet je hoe lastig het is om pubers mee te krijgen. De meeste ouders slagen er al niet eens meer mee om ze een vakantie mee te krijgen. Dus om je leven helemaal te isoleren is een behoorlijke kunst. Het gezin verbleef onder de radar, maar de oudste zoon blijkt nu geregeld buiten te zijn geweest. Toch ging hij steeds terug naar de boerderij. Stel dat jij gelooft van als ik nu naar buiten loop, hier het gebouw uit, dan word ik neergestoken. Wat zou je doen? Je zou niet zomaar de straat oplopen als je hier klaar bent. Dus als je echt gelooft, we zijn in acuut gevaar, de wereld kan elk moment vergaan, dan snap ik wel dat je je daarvoor veilig wil stellen. Het kost volgens de psychologen heel veel geduld om het gezin terug te brengen in de samenleving. Maar het is wel degelijk mogelijk dat ze op den duur een normaal leven leiden.